Hallo lingerie lovers, ik ben Anouk en vandaag ga ik jullie wat vertellen over drie Rosa Faya badpakken die nu bij ons in de winkel zijn gekomen. Rosa Faya is eigenlijk een beetje de hippe dochter van Anita en is ook wat sportiever. Zie je gelijk terug in dit badpak. De Rosa Faya Finja in blauw is dit. Super tof kleurtje en deze streepjes maken het echt een sportief uiterlijk, dus dat is heel erg leuk. Alle drie de badpakken die ik ga laten zien zijn niet corrigerend, maar wel heel erg stevig nog steeds in de stof. Dus dat is heel fijn. En ook ga je weer een kleurbeeld terugzien in deze video. Deze BH. Dit badpak gaat van een cup F tot een cup H. En dan laat ik nog even de achterkant zien. Zo, dit is de achterkant. En dan gaan we gelijk door naar het volgende badpak. Dat is deze. Dit is de Rosa Faya Marle. En dit is een wat vrouwelijker printje dan die je net zag. En die was wat sportiever. Het is wel belangrijk om te weten, omdat deze een witte ondergrond heeft. Dat wit lastig is om wit te houden in de zomer. Net als je haar, dat wordt gewoon blonder van de zon. Wordt je witte badkleding ook wat valer in de zon. Dus dat is echt iets waar je rekening mee moet houden. De badpakken die ik alle drie laat zien in deze video hebben alle drie een soft cup. En alle drie zijn ze met beugel. En Anita werkt ook met Europese cupmaten. Dus daar moet je echt rekening mee houden. Want net als in de UK maat gebruiken ze dubbele cupmaten. En Europese hebben dat niet. Dus daar moet je echt goed op letten. Als je hier meer informatie over wil, we hebben er een blog over geschreven en een vlog over gemaakt. Dus die kan je allebei even bekijken als het niet duidelijk is voor je. Dit badpak gaat van een cup F tot een cup H. En dan laat ik de achterkant even zien. Tadaa! Op naar het volgende badpak. Dit is de Rosa Faya Finja in black. Hij heeft een heel subtiel printje. Zoals je hier ziet. Maar is wel wat meer basic dan die andere twee die ik liet zien. Alle drie de badpakken hebben verstelbare bandjes. En geen BH-aansluiting. Maar de cupondersteuning loopt wel helemaal door naar achter. Dus hier heb je verder geen last van. En dit badpak is van een cup F tot een cup H ook weer. En dit is de achterkant. Dat waren alle drie de badpakken. Vind je het nou ook echt super leuke badpakken? Kom dan snel een kijkje nemen bij ons in de winkel. Of bestel ze ook gelijk online. En dan zie ik jullie in het volgende filmpje.